Zodra je merkt dat je in een negatieve spiraal komt en dat het lijkt alsof je leven echt compleet uit elkaar aan het vallen is. Maar goed, je hoeft er natuurlijk eigenlijk helemaal geen geld aan uit te geven, want je kan ook gewoon gratis naar buiten stappen. Dat is echt de power of make-up. Ik voel me gewoon weer helemaal mezelf. Dus als ik met die gedachte mijn bed uitstap en ik kijk naar mezelf en ik vind mezelf echt afschuwelijk om te zien. Hoi hoi, Lise hier en wat leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Iets wat minder leuk is, is een winterdip. En ik heb daar echt best wel last van. Een winterdip houdt eigenlijk in dat je gewoon nergens zin in hebt. Dat je je ontzettend lelijk voelt. Dat je geen motivatie hebt om dingen te doen. En dat komt allemaal doordat er gewoon geen zon is. Doordat de dagen korter zijn. En het is echt bloedvervelend. En voor we deze video beginnen wil ik even weten of jij daar ook wel eens last van hebt. Dus laat het zeker even weten in de reacties. Bij mij is het echt iets van de laatste jaren dat ik echt heb gemerkt dat ik me in de zomer super goed en super mooi voel. Dat ik leuke dingen ga doen. En in de winter ben ik gewoon niks waard. Gewoon, ik lig in mijn bed. Ik heb nergens zin in. Ik voel me fucking lelijk. Maar goed, problemen zijn er om op te lossen. En gelukkig heb ik hier een aantal tips zodat jouw winterdepressie een stuk minder wordt. De allereerste tip, dat is een tip waar ik zelf ook best wel wat aan heb gehad. Dat is namelijk door met mensen te praten. Ik hield het de afgelopen 2 jaar heel erg voor me. Van nee, dat hoeft niemand te weten dat ik me slecht voel en het komt wel weer goed. Maar nee, zodra je er met mensen over gaat praten, zul je zien dat het allemaal een stukje minder wordt. Het is sowieso al fijn om het uit te spreken. Die mensen zullen je een hart onder de riem steken. En wie weet hebben zij al een aantal tips die jou kunnen helpen. En misschien zitten zij zelf ook met een winterdepressie en zo help je elkaar alleen maar. Tip nummer 2 is een tip die ik ontzettend fijn vind en die je ook echt heel vaak toe moet gaan passen. Zodra je merkt dat je in een negatieve spiraal komt en dat het lijkt alsof je leven echt compleet uit elkaar aan het vallen is, pak dan een pen en papier en schrijf alle dingen op die goed gaan. En je denkt op dat moment waarschijnlijk, er gaat helemaal niks goed in mijn leven, ik ben er helemaal klaar mee, ik heb nergens zin in, ik ga in mijn bed liggen. Doe dat niet. Schrijf de kleinste dingetjes op die goed kunnen gaan. Dit kan zijn van, ik heb vanmorgen een lekkere tosti op, mijn katten leven nog. Maar ook hele grote dingen, zoals mijn ouders leven nog of mijn beste vriendin is er altijd voor me. Alles wat in je opkomt wat maar een beetje positief is, dat schrijf je op. En je zult zien dat het uiteindelijk allemaal niet zo erg is als dat je dacht. Tip nummer 3 is om vroeg je bed uit te gaan. De reden dat je een winterdip hebt is namelijk omdat er geen zonlicht is buiten. Of in ieder geval, het is er wel, maar het is er een aantal uur minder. En ik snap het, de neiging is er natuurlijk om in de winter gewoon alleen maar in je bed te gaan liggen en verder niks anders te doen dan Netflix te gaan kijken. Maar dat is niet de oplossing. 'S Ochtends is de zon het allersterkst, dus ga 's ochtends lekker buiten wandelen. Je zult zien dat je van dat wandelen energie krijgt. Zorg dat je met je gezicht in de zon loopt en dat je al het zonlicht wat er maar is gewoon opvangt. Neem al het zonlicht in je op en zie hoe prachtig de natuur kan zijn. Neem maar serieus, ga gewoon naar buiten. Voor mensen met een echte winterdepressie bestaat er iets als lichttherapie. En lichttherapie houdt in dat je naast een lamp gaat zitten. Wel een speciale lamp, ik weet niet precies wat er speciaal aan is, maar het is een speciale winterdepressielamp. En je gaat gewoon elke dag een half uurtje naast die lamp zitten en daardoor wordt je melatonine verminderd, waardoor je dus minder snel moe wordt. Maar je kunt deze lampen ook zelf kopen en ik ben eigenlijk wel een beetje aan het twijfelen om dat dus serieus te gaan doen. Maar goed, als je dus intikt lichttherapielampen, dan kan je die dus kopen. Volgens mij zijn ze tussen de 50 en de 100 euro. Maar goed, je hoeft er natuurlijk eigenlijk helemaal geen geld aan uit te geven, want je kan ook gewoon gratis naar buiten stappen en lekker zonlicht opvangen. Tip nummer 4 is om weer eens lekker gewoon je make-up te doen. Ja, in de zomer heb ik gewoon eigenlijk geen make-up nodig, omdat ik er in de zomer gewoon best wel goed uitzie. Maar in de winter ben ik echt trash, jongens. Ik heb puisten, ik voel me lelijk, ik zie er niet uit, mijn haar werkt niet mee, het is statisch. Niks zit mee. Dus als ik met die gedachte mijn bed uitstap en ik kijk naar mezelf en ik vind mezelf echt afschuwelijk om te zien, ja, dan gaat er natuurlijk niet heel veel goeds van de dag komen. Maar als je gewoon een beetje make-up op doet en je ziet dat je er gewoon wat beter uitziet, ook al komt het door de make-up, I know, maar ik voel me altijd gewoon zoveel beter. Ik heb weer ergens zin in. Ik kan weer buiten het huis gaan. Ik wil weer mensen ontmoeten. Dat is echt de power of make-up. Ik voel me gewoon weer helemaal mezelf. Ook al ben ik echt helemaal niet mezelf, want ik zit dus onder de make-up, maar je snapt wat ik bedoel. Een ander ding wat bij die tip hoort is om gewoon eventjes iets geks te doen. Laat je wenkbrauwen liften, laat je wimpers liften, laat je nagels doen. Anything. Je zult echt merken dat je weer helemaal prachtig en vrouwelijk en sierlijk voelt en dat je gewoon weer overal zin in hebt. Probeer gewoon iets nieuws. Doe dat alleen of doe dat met vriendinnen. En zo komen we trouwens ook bij tip nummer 5. Tip nummer 5 is zorg dat je je vriendinnen blijft zien. Ga afspreken met je vriendinnen, ga lunchen met je vriendinnen, ga naar de spa met je vriendinnen. Doe alles wat jullie leuk vinden, want als jij alleen maar in je eentje depressief in je bed blijft liggen, dan gaat er nooit wat veranderen.
Maar als je wat leuks gaat doen en als je weer motivatie vindt om dingen te gaan doen, dan zul je echt zien dat het allemaal wat minder zwaar wordt. En je zult zien dat wanneer je met je vriendinnen bent, je gewoon eventjes alle negativiteit die allemaal in je hoofd zit, gewoon eventjes volledig vergeet. En dat is gewoon heel fijn. En last but not least, tip nummer 6, zo. Dat is, zorg dat je elke dag doelen stelt. En het hoeven echt geen doelen te zijn van vandaag moet ik miljonair worden. Of vandaag moet ik al mijn huiswerk voor de komende week af hebben. Nee, dit kunnen echt de kleinste doelen zijn. Denk hierbij aan je teennagels knippen, je haar wassen, de vaatwasser opruimen. De simpelste dingetjes, maar het voelt zo fijn om aan het eind van de dag gewoon dingetjes af te kunnen vinken die je gewoon gedaan hebt. Elk doel, elk dingetje wat je kan afvinken, je zult zien dat je daar zo trots op voelt. Al zijn het maar hele kleine dingetjes, het is gewoon heel fijn om dat te kunnen doen. Alright jongens en meiden, dat was hem weer voor de tips voor een winterdip. Ik ben er zelf pas 2 jaar geleden achter gekomen dat ik echt last heb van een winterdip. Ieder jaar maar weer. Maar ik weet ook wel dat het allemaal heel erg in je hoofd zit. En ik vind het gewoon heel erg fijn dat ik nu deze tips heb om mezelf er een beetje uit te halen. Want ik heb er echt best wel lang in gezeten de laatste tijd. En daar ben ik ook gewoon open en eerlijk over. Want ik vind het altijd heel belangrijk om wel gewoon de real me te laten zien. Ik kan wel altijd doen alsof het allemaal zo fantastisch en leuk en geweldig is. Maar ik voel me ook gewoon super kut soms. Pardon my French, maar goed, ik wil er wel gewoon eventjes eerlijk in zijn. Want er zijn al zoveel mensen op social media die altijd maar laten zien dat alles perfect en geweldig is. Maar ook die mensen voelen zich wel eens gewoon kut. Oh, ik hoop echt dat ik gedemonetiseerd word voor zoveel kut en fucking video zeggen. Maar goed. Ik wil aan jou vragen of jij hier in de reacties achter wil laten of je wat aan deze tips hebt gehad. En als je nou zelf nog tips hebt, laat ze dan zeker ook eventjes weten, want zo kunnen we elkaar weer helpen. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk om te zien. Vond je deze video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. En als je hem niet leuk vond, doe dan zeker een duimpje naar beneden. En dan hoop ik jou weer te zien bij de volgende video. Joe!